Geliefden in Christus. Ruim 10 jaar geleden overwoog ik om een deeltijdopleiding te gaan doen naast mijn toenmalige werk in de Ambrosiuskerk. Ik wilde toen de kleinkunstopleiding gaan doen in Amsterdam. Daar had ik al de nodige cursussen voor gevolgd in die tijd. En toen ik de vooropleiding had doorlopen, stond ik voor de toelatingscommissie. Ik was niet door de auditie gekomen. Of ik dat echt erg vond, wist ik ook op dat moment niet. Want ik begon ook wel te voelen dat, ook al zou ik beide in deeltijd doen, een volledige focus op de kerk en op het theater eigenlijk onmogelijk zou zijn. Ik voelde dat ik dan een soort gespleten persoonlijkheid zou moeten creëren om me echt te kunnen geven in het theater en in de kerk. Maar de reden van de afwijzing, die zat me nog lang dwars. Het was namelijk de toneeldocenten die nee zei. Alle andere disciplines waren oké, maar bij toneel had ik het niet goed genoeg gedaan. Want, zei ze, als ik jou op het toneel zie staan, dan zie ik Otto. Nog wat ad remmer geworden door de improvisatielessen, zei ik toen, als je Otto niet wil zien, dan moet je mij niet op het podium zetten. Maar dat bedoelde ze niet. Bij het toneel gaat het erom dat je jezelf kunt transformeren tot een rol die je speelt. Of dat nou een sympathiek figuur is, oud of jong, of een slechterik, een zieke of een held. Als je dat niet kunt, dan zie je ongeacht het verhaal van het stuk of de serie steeds dezelfde acteur dezelfde rol spelen. Je hebt dat wel eens, dat je acteurs overal ziet terugkomen en dat je denkt, ik zie eigenlijk steeds dezelfde. Nou, later zag ik er een bevestiging in dat ik theater en kerk toen niet kon combineren, omdat ik binnen de kerk een duidelijke identiteit had opgebouwd, zodat je niet iemand ziet die een rol speelt, maar die vanuit zijn eigen gedrevenheid zijn werk doet. En ja, dat ben ik. Want dat vinden we ook belangrijk. Dat iemand zichzelf is. Authentiek noemen we dat. Maar tegelijkertijd blijkt onze wereld één groot balmaskee te zijn van rollen die we spelen. In ons werk, thuis, voor vrienden, familie en anderen, in de kerk. Daar nemen we vaak een rol op ons. Maar wanneer zijn we echt onszelf? Wie zijn we eigenlijk ten diepste? Dat gemaskerde bal, dat zien we ook terug in de Bijbel. In de verhalencyclus over Jozef, de zoon van Jacob, komen de andere zonen van Jacob bij Jozef aan. Jozef is dan onderkoning geworden van Egypte. Jozef was in Egypte terechtgekomen omdat zijn broers hem hadden verkocht als slaaf aan handelaren die op weg waren naar Egypte. Jozef had het tot onderkoning geschopt door zijn uitmuntende gaven om de aanstaande voedselcrisis te beteugelen. Hij zou op dit moment in de Verenigde Naties niet misstaan, denk ik. En door voedsel te verzamelen in goede tijden zou er genoeg zijn voor slechte tijden. Want regeren is vooruitzien. En in die slechte tijden kwamen er allerlei mensen uit andere landen naar Egypte om voedselhulp. Zo ook Jozef broers. En als ze voor hem staan, en dan moet je je even voorstellen dat, nou ja, het hele Egyptische hof toch ook een soort theater is, met alle maskers en alle, ik stel me daar toch een behoorlijk theater bij voor. En die broers vertellen hem dat ze voedsel willen kopen, dan staat er, Jozef kende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. En Jozef versterkt dat ook nog eens door te doen alsof zij vreemden zijn, hij was beter in toneel, en dat ook nog eens te doen in een andere taal. De taal die hij gewoon was
te gaan spreken. Hij vermomde zich dus. Hij speelde een rol. Nu kunnen we van alles zeggen waarom Jozef dat deed in het spel tussen hem en zijn broers, want daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen, wat er allemaal gebeurde vanaf die jas en de jaloezie en dat noem maar op. Maar er zit een veel diepere reden nog onder als je verder teruggaat in het boek Genesis. De rabbijn Jonathan Sacks die vertelt dat er nog drie momenten zijn waarop mensen in de familie van Jacob zich vermommen. 1. We gaan terug naar de overgrootvader van Jozef, Abraham. En Abraham die had een zoon, opa Isaac. En Isaac die had weer twee zonen, oom Esau en vader Jacob. Opa Isaac had een duidelijke voorkeur voor Esau. Bovendien was Esau zijn eerstgeborene. En als hij op hoge leeftijd stekenblind is, dan vraagt hij Esau het veld in te gaan, daar een stuk wild te schieten en dan een maaltijd voor hem te maken, staat er, opdat mijn ziel je zal zegenen. Isaaks vrouw Rebecca, die hoort dat en die schuift op een slinkse manier Jacob naar voren met een maaltijd. En Jacob die krijgt een vacht omgebonden om zijn arm, omdat hij minder harig is dan zijn broer. En als Jacob zegt, hier ben ik, vader, uw zoon Esau. Dan is Isaac verbaasd door de snelheid waarmee Esau terug zou zijn. Maar bevestigd door zijn harige arm, geeft Isaac zijn zegen aan Jacob. Want het was Esau niet. Het was Jacob in vermomming. 2. Als dit uitkomt, dan dreigt Esau Jacob te vermoorden, zo gauw zijn vader overleden is. Dus Jacob die vlucht. En Jacob vindt onderdak bij zijn oom Laban, waar hij Rachel ontmoet. Op school moet ik altijd uitleggen dat het niet Rachel is of Rachel, maar Rachel. Dus hij ontmoet daar Rachel en hij belooft Laban 7 jaar voor hem te werken als hij met Rachel mag trouwen. Maar als de trouwdag dan aanbreekt, dan treft hij op het feest zijn bruid, gesluierd. En hij brengt de nacht met haar door en de volgende morgen schrikt hij wakker. Want het was niet Rachel, het was Lea in vermomming. 3. Jacob zal later ook trouwen met Rachel. En samen met zijn vrouwen en slavinnen krijgt hij 12 zonen en een dochter. En een van die zonen is Juda. Juda die trouwt later met een Kanaanitische. En zijn oudste zoon doet dat ook, met Tamar. Alleen sterft Tamars man, Juda's zoon, zo vroeg dat zij geen kinderen van hem heeft gekregen. En dan schrijft de traditie voor dat haar zwager, Juda's tweede zoon, ervoor moet zorgen dat zij een kind van hem krijgt, zodat de naam van haar overleden man en zijn broer zal voortleven. Maar daar had hij weinig zin in, deze Onan. Wel de lusten niet te lasten, hij verspilt zijn zaad en ook voor hem loopt het leven dood. Dan zou de derde zoon van Juda nu ervoor moeten zorgen dat Tamar alsnog een kind krijgt, zodat de naam van haar man voortleeft. Maar vader Juda weigert. Hij heeft al 2 zonen verloren met deze vrouw en zij kan niks, helemaal niks. Zij zit gevangen. Kan niet een ander leven opbouwen, moet wachten op iets waarvan ze weet dat het niet komt. En dan verkleedt Tamar zich, gaat langs de kant van de weg zitten en als Juda langskomt dan denkt ze dat zij een prostituee is en hij vraagt of hij gebruik mag maken van haar diensten. En als hij dan een betaling vooruit wijst, een geitenbokje, dan vraagt zij een onderpand.
En Juda die geeft zijn zegel aan een koord en hij geeft zijn staf. Als naderhand een dienaar het beloofde geitenbokje moet komen brengen in ruil voor het terugnemen van het onderpand, ziet die knecht verder niemand. En Juda laat het daarbij. Je kunt het er maar beter dan niet meer over hebben. Maar als Tamar 3 maanden later zwanger blijkt te zijn, wat volgens de gewoonte dus niet zou kunnen, want Juda heeft zijn 3de zoon niet beschikbaar gesteld, dan wil hij Tamar terechtstellen. Maar voordat dat gebeurt, stuurt Tamar de zegel en het koord en de staf naar Juda en zegt: de vader van mijn kind is de eigenaar van deze spullen. En dan ziet Juda dat niet hij in zijn recht staat, maar Tamar. Het was geen prostituee, het was Tamar in vermomming. En dan 4. Het verhaal van vandaag. Als die andere zoon van Jacob, Jozef, zijn broers ontvangt in Egypte, is het geen Egyptische prins, maar het is Jozef in vermomming. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan vraag je je misschien af waarom dit circus. Los van de individuele redenen en de aparte verhaallijnen waar heel veel over te zeggen valt, vertelt het nog iets meer als je de verbanden ziet tussen die 4 vermommingen. En het verband is dat zowel Jacob als Lea, als Tamar, als Jozef niet willen worden herkend, omdat ze erkend willen worden. Jacob zoekt de erkenning van zijn vader, die de voorkeur heeft voor Esau. Lea zoekt de erkenning dat zij de eerste is die zou moeten trouwen. Tamar zoekt de erkenning voor het leed dat Juda haar aandoet. En Jozef verlangt erkenning van zijn broers dat hij er mag zijn. Alleen door niet herkend te worden, kunnen Jacob, Lea, Tamar en Jozef erkend worden, gezien worden, serieus genomen worden, aandacht krijgen. Pas wanneer ze op het toneel verschijnen als iets of iemand anders dan ze zijn, kunnen ze krijgen wat ze willen. Jacob de zegen van zijn vader, Lea een echtgenoot, Tamar een kind, Jozef de niet vijandige houding van zijn broers. Je dat allemaal zo op je in laat werken, niet herkend willen worden om erkenning te krijgen, kun je voor jezelf eens afvragen, doen wij dat ook wel eens? Niet zo letterlijk waarschijnlijk als hier in deze verhalen, maar vermommen wij ons ook wel eens? Spelen wij een andere rol, omdat we denken dat die nodig is om erkenning te krijgen? Dat je niet jezelf bent, omdat je anders niet de erkenning krijgt die je verlangt of vreest die niet te krijgen? En dat je dan maar beter niet herkend kan worden als wie je echt bent, uit schaamte. Of omdat je het gevoel hebt dat je er niet mag zijn, althans niet in je kwetsbaarheid. Dat je je groot moet houden, mee moet doen, ja en amen moet zeggen of juist veel harder moet schreeuwen dan eigenlijk bij je past. Dat je jezelf niet kunt zijn om er te mogen zijn. Het lijkt soms nodig. Maar zo vormen wij wel met elkaar een theater waarin we allemaal onze rol spelen, terwijl je je soms af mag vragen, zijn wij onszelf wel? Want komt het ten goede? Is het heilzaam? Is het goed voor je ziel? Voor je rust? Worden we er allemaal echt gelukkiger mensen van? In Genesis vinden we in deze 4 theaterscènes een antwoord. Want werken die vermommingen ook? Slechts tijdelijk, moet je concluderen. Jacob heeft daarna zwaar te lijden onder het stelen van Esau's zegen. Lea trouwt wel met Jacob, maar wint zijn liefde niet. Tamar krijgt, wint een kind, maar staat er daarna, Juda had nooit meer gemeenschap met haar. En Jozefs broers?
En ze haten hem niet meer. Maar als de vermomming uitkomt en hij zich kenbaar maakt, dan vrezen ze wel dat hij uit angst voor alles wat er gebeurd is, wraak zal nemen. Kort en goed, de vermomming mag misschien erkenning geven, maar wat de vermommers het diepste verlangen, namelijk liefde, krijgen ze niet. En dat is uitermate tragisch. Zoals we dat ook zelf kunnen merken als we de erkenning krijgen, zolang we die rol maar goed spelen. Maar als we uit onze rol schieten, onszelf zijn, het niet meer kunnen volhouden, dat er dan geen liefde blijkt te zijn die blijft. Toch laat de Bijbel het er niet bij. Want er zit nog een laag onder. Mooi hè, die Bijbel, met al zijn lagen. Bij alle vier vermommers moet je concluderen dat ook al krijgen ze de liefde niet van de mensen van wie ze dat verlangen, God is wel met hen. Dat zie je die hele verhaallijnen door. God is wel met hen. God schenkt aandacht aan wie geen aandacht krijgt en troost hen. Daarin zit een ongelooflijk krachtige boodschap voor ons. Want onze samenleving is doordrenkt van theater. We spelen voortdurend rollen om erkenning te krijgen. Sterker nog, het zit in onze taal. We praten vaak met elkaar over personen. We hebben het over persoonlijke relaties. En dat vinden we al heel wat. Maar wist je dat het woord persoon van het Latijnse woord persona komt en dat het masker betekent? Persoonlijke relaties zijn dus ook rollen die we aannemen. Wie ben jij voor mij en wie ben ik voor jou? We spelen de rol van individu in de beeldspraak van een samenleving die naar de samenleving kijkt als een theater. Waarin we rollen aannemen. Thuis, anders zijn dan in de kerk, op het werk en op de sociale media. We hebben het over spelletjes met mensen spelen. En over de maskers die we dragen, allemaal taal uit het theater. We zijn collectief onszelf niet. De Bijbel kent geen woord in het Hebreeuws voor persoon. Wel mens en dat soort woorden, maar geen niet voor persoon. Je persoon is veel meer een functie, een rol, net als het woord rechtspersoon. Het gaat over je rechten als individu of erkenning van je rechten, maar niet over wie je bent. Het is veel meer uiterlijke schijn dan we onszelf vaak misschien willen toegeven, omdat we erkenning zoeken. Maar weet je, dat we geschapen zijn naar het beeld van God, betekent juist dat het niet om ons uiterlijk gaat. Je weet dat de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, helemaal niet van het maken van die beelden is, hè? Nee, God verbiedt zelfs om beelden te maken. Weet je waarom? Wij hoeven geen beeld van God te maken, want zegt God, dat heb ik al gedaan. Dat zijn jullie. En zo is het in het Joods-christelijk geloof niet what you see is what you get, maar is het niet het geloof van het zien, maar is het geloof van het horen. Shema Israël, luister Israël. Joods-christelijk geloof is een geloof van luisteren, niet van zien. Niet van uiterlijk. Zoals de Bijbel door de Joden ook niet gelezen wordt, maar verteld. Terwijl je er allemaal naar luistert. Als we naar elkaar luisteren, dan horen we echt wie we zijn. Zoals je door woorden heen kunt luisteren of iemand het echt meent. Dat vertelt veel meer over wie we zijn. Voor God hoeven we geen masker te dragen. Het beeld van legioen in dat evangelieverhaal vind ik daarin zo treffend. Die man die bezeten is, in bezit genomen door verschillende geesten, door allerlei identiteiten, door allerlei rollen. Legioen heet hij, legio, want zegt hij, wij zijn met velen. En bij Jezus vallen al die maskers af, vallen al die rollen weg, die een mens totaal zichzelf niet meer laten zijn. En dan vindt hij rust bij Jezus. Dat mag ons vertrouwen geven.
Dat we ook tegenover andere mensen geen masker hoeven te dragen om zelfrespect te krijgen. We zijn gerespecteerd. We zijn geaccepteerd. We worden lief gehad door God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.